Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft vanmorgen ruim 200 personeelsleden en gepensioneerden gehuldigd. De werkers zijn gehuldigd voor 25, 30, 35 en 40 jaar trouwe dienst. NH-minister Sergio Akimboto zegt dat de huldiging een blijk van waardering is voor al het werk dat zij de afgelopen jaren hebben verricht. De bewindsman gaf aan dat de huldiging jaren op zich heeft laten wachten, maar dat deze dag speciaal voor de jubilarissen en de gepensioneerden is. Het is een klein gebaar, omdat Aurok is opgezet in de afgelopen jaren. Onder in staat voor Pajubaka. Maar met dit moment, met dit soort activiteiten, proberen we een gebaar te maken naar u toe, dat uw inzet, uw committering, uw bijdrage, uw verbondenheid, uw wil, uw deskundigheid, uw wani de afgelopen jaren aan het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen niet onopgemerkt is gebleven. Akimboto benadrukt dat zowel de jubilarissen als de gepensioneerden dezelfde kernwaarden gemeen hebben. Die kernwaarden zijn duurzaamheid, loyaliteit, trouw en deskundigheid. Waarom weet ik dat zeker? Omdat, als je me voldoende naar de kernwaarden ziet, je nooit nooit dan 25 jaar op het jongen leven. Nooit. Je nooit dan nooit voor ook 30 jaar in je organisatie. Je nooit dan voor ook nooit 35 jaar. Nog minder 40 jaar. Maar omdat je bent op een persoonlijke toewijding, je bent een vier voor leveren van bijdrage die een ontwikkeling voor een ministerie die akkoord is aan. En boel voor het moment bij de zieke, want allemaal aan liefst, maar ook op het moment dat hij, pepe praxeert dat hij zomaar mijn last meteen. Boel voor het moment bij de, pepe praxeert dat hij, nog als man is schiet aan mij doen, nog als man is waarde aan mij doen. Boel voor het moment bij de pepe dat hij, mijn kwaar op morgen, ze bekijken het. Maar toch het dank. NH-minister Sergio Akimboto. Hij sprak vanmorgen bij de huldiging van ruim 200 personeelsleden. De huldiging vond plaats in de congreszaal.